Afvalwater is een bron van energie. Aquafin maakt daar slim gebruik van door uit het biogas op de rioolwaterzuiveringsinstallatie biomethaan te produceren. Via groen gascertificaten zorgt Renewable Energy Services ervoor dat de waarde van het biomethaan bij de eindklanten terechtkomt. Daar is een innovatief traject aan vooraf gegaan. Maarten en Freek blikken samen terug. Op deze site hebben we eigenlijk altijd het ruwe biogas dat ontstaat wanneer het slip vergist. Dat hebben we eigenlijk altijd gevaloriseerd aan de hand van een warmtekrachtkoppeling. Alleen kunnen we op deze site met de restwarmte die uit die WKK ontstaat, kunnen we niet te gronde valoriseren op deze plek. En dus zijn we gaan kijken van oké, kunnen we met dat biogas een hoger rendement behalen? En dan kwamen we eigenlijk heel snel bij een opwaardeerunit richting biomethaan uit. Waar zijn jullie met name tegenaan gelopen? We zijn in eerste instantie een marktverkenning gaan doen. Dan zijn we uiteindelijk bij jullie terechtgekomen. En dan was het eigenlijk nog wel een beetje zoeken naar hoe werkt dat nu in de Belgische markt? Wat zijn de mogelijkheden op Europees niveau? En hoe volwassen zijn de registers, de groen gascertificaten? En hoe volwassen is dan ook de markt om daar een faire prijs tegenover te zetten? Dus het was een stukje pionierswerk dat we samen hebben neergezet, denk ik. Ja, hier zijn we dan bij de biomethaanunit. Hier wordt eigenlijk het ruwe biogas uit de witte gasballon wordt hier met compressie- en filtratietechnieken opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit. De biomethaanproductie dekt momenteel slechts 3% van het totale verbruik in Europa. Veel minder dan de vraag naar biomethaan. Die wordt namelijk steeds groter. Daarom wil Europa de productie verder opschroeven. In 2030 moet de productie van biomethaan 7% van het totale verbruik zijn. En in 2050 zelfs 18%. Eigenlijk is heel erg belangrijk dat we inzichtelijk kunnen maken voor onze klanten. Oké, waar komt nou dat ruwe biogas precies vandaan? Wat gebeurt ermee? En wat is dan uiteindelijk de CO2-performance? De certificering van de hele waardeketen. Dat is heel erg belangrijk dat we dat goed inzichtelijk kunnen maken. Want dan weten onze klanten ook dat het getoetst is aan alle criteria. En dat de CO2-besparing die gerealiseerd wordt, dat die ook daadwerkelijk geclaimd kan worden door onze eindklanten. En dat zien wij steeds meer dat in de toekomst dat steeds stringenter zal worden en ook steeds meer gewaardeerd zal worden door onze klanten. Inderdaad, een oefening die we samen met jullie, met RIS hebben gedaan en met de auditors van ISCC, is eigenlijk wat is de CO2-reductie die je realiseert overheen heel die keten. Want dat is dan uiteindelijk hetgeen wat op dat certificaatje komt te staan. Maarten, wat heeft de samenwerking jullie gebracht? Ik denk voor ons leuk om vanuit een idee echt iets te kunnen realiseren. Dat dan ook samen met een partner succesvol te zien worden. En een tweede stukje is dat we naast het feit dat we gasleverancier en producent geworden zijn, gebruiken we eigenlijk ook een stukje van ons groen gas om ons eigen wagenpark mee te vergroenen. Geprikkeld om meer te weten over onze projecten? Lees verder op www.aquafin.be.